Goedenavond. In Beirut is opnieuw een West-Duitser ontvoerd, de tweede al binnen een week. Het gaat om de 46-jarige Alfred Schmid, deze man. Hij werkt bij de firma Siemens en was in Beirut om ziekenhuisapparatuur te installeren. Schmid logeert in Hotel Summerland. Toen hij daar tijdens de lunch niet kwam opdagen, wacht men meteen al aan een ontvoering. Een anoniem telefoontje bevestigde de bange vermoedens. Oud-premier en nu commissaris van de Koningin in Brabant Van Agt heeft vanavond kort gereageerd op zijn aanstaande benoeming tot ambassadeur van de Europese gemeenschap in Tokio. Volgens een mededeling van de Europese Commissie in Straatsburg gaat die benoeming op 1 april in, maar is nog pas officieel als ze ook is goedgekeurd door de Japanse regering. In een telefoongesprek met ons, met het NOS-journaal, zei de heer Van Agt vanavond: indien de benoeming in Tokio doorgang vindt, dan is er in mijzelf evenveel melancholie om Brabant als vreugdevolle verwachting om de toekomst. Morgenmiddag geeft de heer Van Agt in Den Bosch een persconferentie over zijn nieuwe baan. Daarmee hebben de fracties van de Partij van de Arbeid en de VVD in de Tweede Kamer hem al veel succes gewenst. Het CDA heeft nog geen commentaar gegeven op de nieuwe functie van de heer Van Agt. Belgische oud-premier Paul van den Boeijnans heeft vandaag van het Hof van Beroep in Brussel ongeveer dezelfde straf gekregen als vorig jaar van een gewone rechtbank. De voormalig eerste minister werd opnieuw schuldig bevonden aan valsheid in geschriften en belastingontduiking. Hij kreeg daarvoor een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar en een boete van 500.000 frank. Dat is ongeveer 27.000 gulden. Na zijn eerste veroordeling wilde van den Boeijnans eerst zelf in beroep gaan. Maar hij zag er later van af, om gezondheidsredenen. De behandeling in beroep ging daarop toch door, omdat de openbare aanklager erom vroeg. In Straatsburg is Piet Dankert gekozen tot vicevoorzitter van het Europese parlement. Het kent 14 ondervoorzitters. Dankert, afkomstig uit de Partij van de Arbeid, is de enige Nederlander in het presidium. Al eerder was hij voorzitter van het Europarlement, van 1982 tot 1984. De Amerikaanse president Ronald Reagan heeft als vergeldende maatregel invoerrechten afgekondigd op Europese gin, cognac, goedkope witte wijn en kaas. Het Witte Huis had dit al aangekondigd als reactie op de Europese handelspolitiek. Amerika raakt $400 miljoen per jaar kwijt door invoerheffingen door Spanje op graanimport uit de Verenigde Staten. Het nieuwsoverzicht nu. De Nederlandse spoorwegen hebben het afgelopen jaar 10 miljoen gulden verlies geleden. Dat verlies komt vooral door minder vrachtvervoer en de lage benzineprijzen, waardoor mensen vaker de auto nemen. De NS hoopt meer reizigers te krijgen door de invoering van een kinderkaartje van 1 gulden. Voorwaarde daarbij is wel dat er een betalende volwassene meegaat. Na 6 jaar in Nieuwegein te hebben gewoond, werd de zigeunerfamilie Duric vandaag uit zijn huis gezet. De buurt had geklaagd over overlast. De familie, die uit 18 mensen bestaat, moest vertrekken zonder dat er nieuwe woonruimte beschikbaar was. Ze hebben nu tijdelijk onderdak gevonden in een Rooms-Katholieke kerk in Nieuwegein. De brand in het bureau van de Rijkspolitie in Nijmegen was vermoedelijk een wraakactie van krakers. Rond 6:30 ging de hal in vlammen op door een actie van onbekenden. Het vuur was snel geblust, maar van de hal bleef weinig over. Op de overige verdiepingen was veel rookschade. Afgelopen maandag werd in Nijmegen een kraakpand ontruimd en ook toen was het politiebureau doelwit van actievoerders. De schade van de brand wordt geschat op 100.000 gulden. Het weer, hier en daar motregen of ijzel, op veel plaatsen mist. Minimumtemperatuur circa min 2 graden. Middagtemperatuur van plus 4 in het noordwesten tot om het vriespunt in het zuidoosten. Dit is het einde van dit bulletin. Goeienacht.